Oké, mijn tweede naam is zeg maar wel een klein beetje Zooi. Dus let niet op wat er vooral nog meer uitkomt. Niet wat ik zoek, jongens. Wacht, ik moet even zoeken. Oké, ik heb het. Dat is wel echt heel erg. Koffie, koffie, koffie. Je tweede. Ah, wat is het? Pindakaas. Dus waarom pindakaas? Iemand vraagt, wat neem jij altijd mee? Pindakaas. En nou, ik zal hem heel even toelichten, naast dat deze gewoon heel erg lekker is. Is die ook over nagedacht. Want dit is namelijk de enige pindakaas met een plastic pot. En aangezien ik vaak nogal wat problemen heb met mijn kilo's en mijn koffer. Meestal heb ik overgewicht, zeg maar. Is dit dus gewoon een hele slimme keus. Naast dat die heel erg lekker is natuurlijk. En je kan niet zonder pindakaas als je weggaat. Ik durf er gewoon niet op te gokken. Ik durf niet op te gokken dat andere landen pindakaas hebben. Nice. Is dit eigenlijk iets Nederlands? Ja, peanut butter, maar het is wel redelijk Nederlands volgens mij. Ja, maar dan krijg je dat neppe... Dat gladde, ja. Deze is wel echt heel nice. Met stukjes. Dus ik kan er al niet wachten tot we er zijn, want dan kan ik hem eindelijk openmaken. En wat doe je het in? Wat doe je het op? Nou, wat tegenwoordig, wat ik heel erg lekker vind, sowieso natuurlijk gewoon in een broodje, op een broodje, maar als je een cracker doet en dan pindakaas op, zeker deze, die met extra stukjes, en dan noten eroverheen. Extra veel noten. Ja. Ja, dat is je doet een noten pindakaas dieetje. Nou ja, ik neem eigenlijk wel altijd in ieder geval één ding op een dag met pindakaas. Dus ik heb ook wel eens gehoord dat mensen het door de kwark gooien. Dat heb ik nog niet gedaan. Niet? Wat rare mensen. Rare mensen. Maar wel door je havermout. Dat is ook best lekker eigenlijk. Dus eigenlijk heb je helemaal niet genoeg aan één pot. Nou, het wordt wel krap inderdaad. Maar ik gok ergens dat we twee keer warm eten op een dag. Dus dan zal het wel uitkomen. Ja, dus dit zegt echt wat over Celine. Pindakaas. Pindakaas, zeker weten. Want het is ook gewoon lekker. Ik kan het nu niet doen denk ik, want er zit vast een dingetje op. Ik denk ook niet dat, ja, dan moet je erom. Het is ook gewoon lekker om het gewoon te eten, natuurlijk. Je zit in de vliegtuig. Zeker die met extra stukjes. Zo, ik hoop goed dat verhaal. Café mij nu aantrekt. Het is niet eens café, dit. Mr. Kitchen. Dat die, ik sponsor jullie graag. Nee hoor, grapje. Okay, dat gaan we even proberen. Maar nee, ja. Ja, en heb je ook nog iets wat heel belangrijk is in je tas voor je? We gaan gewoon je tas even ontleden. Ja, we kunnen mijn tas wel even ontleden. Nou, er zitten een aantal pakjes in, want we wisten eigenlijk niet wat we aan gingen trekken. Deze zit erin. Nice. Dus dat is mijn quote, zoals jullie misschien wel weten. Vertel. Without struggle there's no progress. En ik denk dat die op heel veel situaties in het leven toepasbaar is, dus dat die ook wel nou, gewoon altijd te gebruiken is. Het is denk ik al 5 jaar geleden dat ik hem heb gekozen, maar ik ben er nog steeds heel erg blij mee. En het geeft wel gewoon echt waar hoe het is en hoe het leven is en hoe het turnen ook is of hoe topsport is. Of, ja, want je hebt 5 jaar geleden inderdaad. Zie je hem nog op hetzelfde, zie je deze quote nog hetzelfde of is die nu een beetje veranderd? Omdat je zelf wat ouder bent geworden. Nee, ik zie hem eigenlijk nog wel hetzelfde als 5 jaar geleden, want er zijn nog steeds altijd struggles, zeg maar. En nog steeds is het wel zo dat als je daar doorheen werkt, of als je daar doorheen komt of overheen bent, dat er dan iets is opgebloeid of iets beter is geworden of iets veranderd is, maar wel in positieve zin. Dus eigenlijk sta ik er nog steeds hetzelfde in. We hebben een cadeautje gekregen. Oh, wat vind je van Dutch Gymnastics. Nou, ik vind het wel heel top. Vooral ook omdat het wel krachtig is, maar ook wel de sierlijkheid. Toch weergeeft. En oranje is natuurlijk altijd goed. Yes. Go Nederland. Go Nederland. Go Nederland. Nou, een beurs. Een beurs. Portemonnee. Make-up, want ja, geen idee. Deze. Dit wordt mijn nieuwe, ik wou zeggen leertjestasje, maar ik heb geen leertjes, dus het wordt mijn nieuwe honingtasje. Want ja, honing moet natuurlijk ook meegesleept worden honing, naar de wedstrijd. Honing, pindakaas. Alleen die teller mist nog, maar goed. Dus die gaat gevuld worden. En nu? Kijk, wat ik mee heb genomen, want dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk om even te laten zien. Dit is zien. Iets wat heel belangrijk is. Nou ja, met een verhaal. Weet je, je werkt als klein meisje, begin je aan topsport. En in mijn geval had ik geen idee waar ik aan begon.
Maar op een gegeven moment wordt het doel de Olympische Spelen wordt toch wel, of wordt de droom de Olympische Spelen echt een doel en wordt het daarna, is het bij mij zelfs 2 keer werkelijkheid geworden. Dus ik dacht, die neem ik even mee. Alles zit er nog op en aan, van zelfs de kaarten dat je naar binnen mag in de arena's en de warm-up hall. Van allemaal verschillende dagen. Ongelooflijk veel spelletjes. Ik ben zeg maar zo iemand die... Maar krijg je die nou gewoon? Nou, verzamel je die? Wat doe je? Je ruilt ze met andere landen. Ik ben zo iemand die eigenlijk niet op anderen afstapt. Maar ik doe gewoon heel slim al mijn Nederlandse spelletjes hier aan hangen zo. En dan komen de mensen wel naar me toe. Want ja, mensen willen toch een Nederlands spelletje hebben. Oh, hier heb je het eentje van Team NL. Oh, Team NL. Cool. Dus zo. Nou. Ik kreeg eentje van de Cook Islands. En ik dacht, wat is dat nou weer? Voor zondag eiland, palmboom, vogeltje, iets. Dus ik ging opzoeken waar het ligt. Ik had er echt nog nooit van gehoord. Het is inderdaad dus ook zo'n klein landje, ergens naast Australië of zo. Maar er waren dus gewoon 3 mensen van dat hele land, want ik zag ze laten binnenlopen bij de openingsceremonie. Er waren wel 3 sporters en 4 begeleiders of zo. Kan jij eens vertellen hoe anders het is om een wedstrijd met een team te doen dan individueel? Want je hebt de Olympische Spelen individueel gedaan met een team en het is weer op team gericht nu. Nou, het is sowieso veel leuker om het met een team te doen. Je beleeft het veel meer. En weet je, je bent zo alleenig als je alleen bent. En op een wereldbeker is dat prima, want dan vermaak je ook wel met mensen die er dan zijn. En veel ken je inmiddels ook al wel. Alleen als je echt op een toernooi als een EK, een WK of een speler bent, dan is het veel leuker om een team om je heen te hebben en samen gewoon alles te beleven en te ondernemen en verdriet en vreugde te delen. Ja, dat is gewoon wel echt heel erg waardevol.